De rituele peuk vlak voor het begin. Ja. Minus 5, oké. Okay. 6. Tof, je gaat de opening checken. Ja, nice. Want ik kom, dus... Oké, I'm gonna go. Ja, I join you. Top hats and fancy dresses, no trust where to go. Perfumes are filling the dressing rooms. The girls are ready, but the band's still. Het verhaal van Jan Terlouw Jr. en de nightclub gaat over de drie zielen die op het dak staan van de jaren 20 nightclub en besluiten eraan te springen. Elk karakter heeft een kleurtje. We hebben hier Frankie in het geel. Mary in het blauw, Lady Bird in het rood en Bobby the Butcher in het groen. En dit zijn allemaal karakters die symbool staan voor een emotie. En het verhaal staat eigenlijk symbool voor hoe het ego, de eigenaar van de nachtclub, Jack, wat zijn relatie is met die emoties. Hij lokt de verschillende emoties naar zijn nightclub toe. Die karakters die hebben al een beetje een vervelend leven, weet je wel. Frankie die is verlaten door zijn vrouw, is ontslagen, zit de hele dag op de bank televisie te kijken, weet je wel. Wat er gebeurt is dat die nightclub eigenlijk slechter is voor de karakters dan, nog slechter dan het leven wat ze al ervoor hadden. Basically, wat het ego doet in dit verhaal is een emotie, bijvoorbeeld angst, versterken. Tot een bepaald punt dat het echt te ver gaat. En dat punt is op het moment dat ze van de dag afspelen. Komt het overheen? Ja. Oké, ja. Op de piano of waar wil je maar bij hebben? Een beetje een. Deze. Die is by far my favorite. Ja, het is namelijk. Ik ging. Als ik naar Duitsland ging, naar mijn grootouders. Die woonden daar. Die woonden daar in de Alpen in het zuiden van Duitsland. En mijn opa is echt een enorme fan van Louis Armstrong. Dus dan gingen we samen rum drinken. En Louis Armstrong platen luisteren met bij het haardvuur of zo. Lekker in de Alpen en overdag wandelen en dan s'avonds weer terug. En dat was ook volgens mij bijna exact deze plaat qua welke tracks erop staan, zeg maar. Echt super cool. Dus dat geeft een vet nostalgisch gevoel om zo'n plaatje van Louis aan te zetten. Dat is fucking nice. Love that shit. Ik heb een set aan hele heftige emoties. Iets meer gebruikelijk, iets meer dan gebruikelijk, zeg maar. Dat noemen ze ook wel dystemie. Dat is een bepaalde ding in je hoofd, zeg maar. Dat betekent dat als ik boos ben, ben ik echt pissed. Maar ja, als ik verdrietig ben, dan ben ik hysterisch. En als ik bang ben, dan ben ik helemaal in paniek. Dit zorgt ervoor heeft ervoor gezorgd dat ik in een aantal situaties ben terechtgekomen waar het echt niet meer leuk is om dingen te voelen. Want je wil niet ontzettend boos worden voor iets kleins. Je wil niet ontzettend verdrietig worden voor iets simpels. Weet je wel, dat wil je niet. Omdat
Het is niet leuk voor jezelf en het is niet leuk voor de mensen om je heen. Dus dat heeft mij geïnspireerd om mezelf te ontwikkelen. En dit verhaal gaat dus over die emoties. En is ook een uitvergroting, maar een hele extreme uitvergroting van mijn eigen emoties. Angst, verdriet, liefde, hoop, blijdschap en woede. En door dat te schrijven, heb ik mijn eigen emoties ook beter leren begrijpen. En je kan het niet uitzetten. Ik kan het niet uitzetten dat het zo heftig of zo extreem is. Het enige wat ik kan doen, is ermee dealen. Ik ben altijd een grote fan van jazz geweest. Jazz, toen het ontstond, ging het echt over vrijheid. En het ging over improvisatie. En dat gaat het nog steeds. Alleen, het genre zelf is zo ontzettend veranderd sinds dat het ontstaan is. Je kan, in het begin had je een Dixieland periode. En daarna kreeg je een swing periode. En toen kreeg je een bebop periode. En op een gegeven moment kreeg je free jazz. Wat basically zo ver ging dat je geen structuren meer had in je liedjes. Je had geen akkoordenschema's meer. Je speelde zelfs niet eens in dezelfde toonsoort vaak. Het ging echt over pure expressie. Jazz is zo'n alsmaar ontwikkelend muziekgenre. Dat je alles erin kwijt kan. Je kan je volledige emotie erin kwijt. Alleen omdat jazz zo'n breed begrip is, gaat jazz volgens mij puur over ontwikkeling. En is dat de hoofdgedachte achter het woord jazz? Precies. Dit is dan onze versie van Retarded van de Black Eyed Peas. Running, running and running, running and everybody, everybody, let's get into it. Let's stoke it. Come on, come on, come on, let's get retarded. Dit soort vibes, zeg maar. De muziek is sowieso geluid. Daar kun je mee beginnen. Dus dat zou je in ieder geval als eerste basisvoorwaarde voor muziek kunnen stellen. Van, er moet geluid zijn. Daarentegen, er is ook weer dit muziekstuk, ik weet even niet meer van wie. Waar je gewoon 3 minuten lang naar een orkest aan het kijken bent. Die niet aan het spelen zijn, maar alleen maar op het juiste moment een blaadje aan het omslaan zijn. Wat heeft muziek betekend? Dat is meer het ding. Van, het gaat dus om wat volgens mij niet om wat nou concreet er gebeurt qua geluid op. Maar meer over wat is de bedoeling erachter? Wat is de bedoeling achter deze kunstvorm? Around you. So let me. Ik denk dat kunst een beetje een gek begrip is, want het heeft sowieso te maken met creativiteit, kunst, right? Het heeft te maken met iets creëren, het heeft te maken met een emotie uitdrukken, voornamelijk. En dat kun je op zoveel verschillende manieren doen. Koken, bijvoorbeeld, is volgens mij ook een kunstvorm. Dus, dat je achter het fornuis zit, op staat en dat je denkt van, nou, laten we hier nog maar even een beetje basilicum bij gooien en hier een beetje een soort peper proeven. Nou, dit is wat nice, weet je wel, wat ga ik hier nog meer in stoppen? Je kan er ook liefde in stoppen, hè, in koken. Ja, je kan het zo ver doortrekken als je wil. Weet je wel, je zou kunnen zeggen dat een wandeling maken kunst is. Je zou kunnen zeggen dat je hele leven een kunstwerk is. En dat je een bepaald pad bewandelt in je leven en dat je bepaalde keuzes maakt. En als je daar met een afstandje naar kijkt, dat je ook zoiets hebt van wauw. Iedereen heeft zo zijn eigen vak. Dat is fucking nice.
until there's nothing left to say. And let me kiss you later. Wipe a little dust off the record player and throw all the time away. Would you stay? Oh, would you stay? Just one more day.